armoede voor de dieren is niet alleen eten, maar ook verzorging. En dieren met honger, dat kan toch niet, ook niet. Net als kinderen met honger, dat kan ook niet. Ja, financieel ben ik 2 jaar geleden dus in een dip gekomen door dat ik mijn bedrijf kwijt ben geraakt, huis kwijt, moest verhuizen, gezondheid kwijt. En toen zei het CMWW van doe hem maar weg. En ze was net een paar weken oud toen dat dus gebeurde, 2 jaar geleden. Maar ook zonder hun liefde, s'avonds, dan, nee, dan had ik het ook niet. Sorry. De emoties krijgen de overhand bij Ashra van den Berg. 2 jaar geleden kreeg ze ernstig knieletsel en in diezelfde periode overleed haar moeder. En hoewel het maatschappelijk werk adviseerde om afscheid te nemen van de 2 golden retrievers, bleven Kaya en Dazzle toch bij haar in die moeilijke tijd. Een periode waarin ze terecht kon bij de Voedselbank voor Dieren in Brunsum, gewoon in een woonhuis. Nou, wij helpen de mensen die het hard nodig hebben. Die gewoon niet rondkomen, die dieren hebben. Ja, daar doen we het eigenlijk voor. Ik heb je op die ene dieet daarbij gezet. Ja, is goed, jong. Is goed. Mag je ook? Ja, dat mag jij. Maak er wel wat van. Een dikke knuffel en 2 grote emmers met voer. Zo, die gele emmer lekker vullen? Ja. Kijk eens aan, allemaal die snackjes. Kijk eens. Zo, zal ik even meelopen met de... Ja, dankjewel. Loop jij even mee dan? Ja. 1 keer in de 2 weken kan Ashra terecht bij Carina en Ramon van de Dierenvoedselbank. Jo, jullie bedankt. Jullie bedankt. Hoi, hoi. Maar ik had niemand. Zonder hun had ik, hadden hun geen eten gehad de afgelopen 2 jaar. Ja. Dan had ik nu even de energiecrisis aan. Het was ook corona. Mensen die het gewoon niet, het geld niet hebben. We hebben wel een voorwaarde van je moet je dier minimaal 1,5 jaar hebben. Het is dus niet zo dat wij, als je een puppy aanschaft of een kitten, dat wij voor jouw dier moeten zorgen. Zo werkt het niet. 14 vestigingen kent die Dierenvoedselbank nu al in Zuid- en Midden-Limburg. Donaties komen van bevriende bedrijven en particulieren. En er wordt op dit moment gesproken met een aantal gemeenten over structurele steun. De stichting is op zoek naar huisvesting. Dat zou ik heel graag willen, dat hun wat meer steun krijgen. De vraag naar hulp is de laatste jaren fors gestegen. En de vrijwilligers zien veel mensen met een kleine beurs die nog wel voer durven te vragen voor een huisdier, maar te beschaamd zijn om aan te kloppen bij de reguliere voedselbank. Heeft u nu het aantal klanten zien toenemen bij die 14 vestigingen? Absoluut, absoluut. Ja, het is echt niet te geloven wat er gebeurt. Corona en nou met die energie gebeuren. Het is ongelooflijk. Voor corona hadden we zeker 15, 20 aanvragen. We zitten nog vaak op 80 aanvragen per week. Het is echt geëxplodeerd is het eigenlijk. Een lichtpuntje voor Ashra, die recentelijk ook nog van de trap viel en daar serieuze klachten aan heeft overgehouden. Maar juist op dat soort moeilijke momenten overheerst de dankbaarheid naar de 2 buren die Ashra helpen met haar honden Kaya en Dazzle. Ja, zonder Carina en Amon had ik hun gewoon ook niet meer. Ben je nu wel blij dat u ze heeft gehouden? Nu zelf uit de duik. Ik ben heel trots, ja. Ja, ik ben heel trots, ja, ja. Sinds een paar weken pas kan ik dat. Dankjewel. Je was de enige. Doe goed.